Veendammer leesvreters, spinnenlezers, superboekenkids, de superlezers, gigaboekenbende, de superheldenleesclub, panterlezers, leesgrot, de wilde boekenclub, superlollige sleutelaars, leespower, de vuurvlinderclub, boekenster, leesmonsters, de boektastische klas, flexlezers en ons leestoentje. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zijn heel erg veel namen verzonnen voor jullie leesclub. En sommige namen waren zelfs zo geheim dat ik ze hier niet eens kan zeggen. Maar ik weet wel dat jullie nu kijken. Dus ook voor jullie een hartelijk welkom. En leuk dat jullie weer kijken naar een tweede filmpje van de leesclub. Vandaag gaan we weer ontzettend veel leuke dingen doen. En ik heb natuurlijk een leestip. Flapper de Flap. Ja, je zult misschien zeggen, wat zeg jij nu, Jolanda? Nou, Flapper de Flap is de opdracht voor vandaag. En wat houdt dat nou precies in? Nou, jullie kennen allemaal boeken. Ik heb hier een aantal al neergezet. En ieder boek heeft natuurlijk een voorkant, wat er heel leuk uitziet. En waar je denkt van, hé, dat boek wil ik lezen. Maar ieder boek heeft ook een achterkant met daarop een tekst. Bijvoorbeeld zoals hier. Flapper de Flap is een opdracht waarin we gaan kijken naar de achterflap van een boek, namelijk de achterkant van een boek en de teksten die daarop staan. Ja, wat is de bedoeling van die flaptekst achterop een boek? Nou, je kunt je wat bij voorstellen. Je wilt gewoon als schrijver dat kinderen bijvoorbeeld jouw boeken gaan lezen. Maar hoe kun je dat doen als je niet zelf elke keer kunt vertellen hoe leuk jouw boek is? Nou, met een flaptekst op een boek kan een schrijver al iets over het verhaal vertellen. Maar wel op zo'n manier dat het natuurlijk ook meteen spannend wordt. Of dat je eigenlijk het boek meteen wilt pakken en wilt lezen. Maar is dat ook elke keer het geval? Vandaag gaan we kijken naar de teksten achterop een boek. En gaan we eens met elkaar hebben over, hey, spreekt deze tekst je nu aan? Waar zou het boek nu over kunnen gaan? En wil jij dit boek ook lezen? Ja, en een flaptekst, daar staat soms ook nog meer informatie op. Zoals bij dit boek, daar vind je ook bijvoorbeeld een recensie. En wat is een recensie? Dat is een mening van iemand die het boek al heeft gelezen en die zegt, oh, dit is zo ontzettend mooi boek, dit moet je echt gaan lezen. En daar proberen ze natuurlijk mee te zorgen dat jij dit boek ook wilt lezen. Want als een ander het leuk vindt, hé, dan is het toch voor jou ook leuk. Ja, en wat je soms ook op een flaptekst tegenkomt, is de informatie of het bijvoorbeeld onderdeel is van een serie, zoals bij dit boek. De serie van Juf Fiep. Dit is alweer het 9e deel uit de serie en het is heel handig om op de flaptekst even te zeggen van, er zijn meer boeken, als je dit boek leuk vindt, lees dan ook de andere delen. Ja, en hoe klinkt dan eigenlijk zo'n flaptekst van een boek? Nou, achter mij zien jullie het rode boek staan, Oma Boef. En Oma Boef is natuurlijk een ontzettend leuk verhaal, tenminste ik heb het boek al gelezen. Maar als je de achterkant van het boek zou zien, wat staat daar dan geschreven? Ben heeft er een hekel aan dat hij elke vrijdagavond naar zijn oma moet. Tot hij ontdekt dat ze een duister geheim heeft. Beleef samen met Ben een geweldig avontuur. Hij en zijn oma beramen de grootste juwelendiefstal die er ooit gepleegd werd. Je zult heel veel lachen. Misschien zul je ook even huilen. Maar je zult voortaan in elk geval anders over oma's gaan denken. Ja, en dit was de flaptekst van Oma Boef. Maar er zijn natuurlijk heel erg veel flapteksten. En ook in jouw klas zijn er natuurlijk heel veel boeken aanwezig. Dus ik zou zeggen, pak de boeken erbij. Ga met elkaar in gesprek. En lees eens wat er staat er nou eigenlijk op de achterkant van jouw boek. Ja, de eerste leestip die ik voor jullie heb vandaag is, ga niet in dat gat geschreven door Corine Oranje. Het is alweer het 9e deel in de serie van Juf Fiep. En het is een heel spannend deel. Bij Juf Fiep in de klas is het nooit saai. Er gebeurt altijd wel wat. Zelfs bij een toets wordt de dag nog spannend. Wie wipt daar met zijn stoel? Vraag Juf Fiep. Stop er eens mee. Ja, wie doet dat? Dat is de vraag. De klas van Juf Fiep beleeft weer een spannend avontuur. Zomaar vanuit de klas. Want het bonken komt uit een luik. Eve klimt in het luik met een zaklamp. Wat ziet ze daar? Wat doen Neel en Dries daar? En ik heb nog een tweede boek voor jullie. Piraat Puk, geschreven door Janneke Schotveld. Een heel stoer boek. Ja, hoe word je piraat? De regels zijn heel simpel. Je moet eerst 4 vragen beantwoorden. Het antwoord op iedere vraag moet ja zijn. Is dat zo? Dan mag je op je 10e verjaardag de test doen. En als je slaagt voor de test, ben je een echte piraat. Wat zijn de vragen? Vraag 1 is, ben je een meisje?
Vraag 2. Ben je geboren uit een piratenmoeder? Vraag 3. Heb je zeebenen? En vraag 4. Kun je zwemmen als de beste? Heb je op iedere vraag ja gezegd, dan kan jouw moeder je opgeven voor de test. Nou, en Puk woont op de Marlijn. Dat is het snelste en mooiste piratenschip in de wereld. Tenminste, dat vindt de bemanning. En Puk kan niet op alle vragen ja zeggen. Mag ze toch de test doen om piraat te worden? Ga niet in dat gat en piraat Puk. Twee hele leuke leestips voor de komende tijd. Ik wens jullie nog heel veel plezier met de opdracht. En ik zie jullie graag de volgende keer bij de Leesclub. Ja, jullie dachten toch niet dat ik het vergeten was? We hadden beloofd dat we ook wat prijzen zouden uitreiken. De leukste logo's en namen hebben we uitgekozen. En wie hebben er gewonnen? Dat kun je nu zien. Ja, heeft jouw groep gewonnen? Gefeliciteerd! Het was een moeilijke keuze, dat zul je begrijpen, want we hadden heel veel leuke namen en heel veel mooie logo's gezien. Als je gewonnen hebt, dan neemt de bibliotheek even contact met je op om de overhandiging van de prijs. Heb je niet gewonnen, wees niet getreurd. Het komend schooljaar in de Leesclub gaan we nog vaker een prijsvraag uitschrijven. Dus blijf gewoon meedoen en blijf gewoon lekker lezen.